Why I love this book. Een vandaag heel ongepast boek, Lolita van Nabokov. Persoonlijk heb ik er iets mee omdat ik toen ik klein was in aanraking ben gekomen met het hoofdpersonage, hè, maar dan elders gesitueerd. En toch, de grote tegenspraak is dat ik het literair zo sterk vind. En dat het literaire zo overeind blijft en het perverse en alles wat niet deugt en niet kan, mij toch zodanig aangrijpt dat ik mee ben in het verhaal. Zowel in zijn verhaal als in haar verhaal. Het is een lijvig boek en ik hou normaal niet van erg lijvige boeken. Maar het lijkt alsof het een kleine zonde is als ik het lees. En ik durf het ook zeggen dat ik het boek nog steeds niet alleen relevant vind en maatschappelijk verantwoord om erover te praten. Maar ik hou van mooie zinnen. Ik hou van mooie woorden. Ik hou van constructies. En esthetische constructies zijn vaak een afleidingsmanoeuvre, wat dan ook gekoppeld kan zijn aan wat die akelige mannen doen. Hè? Snoepjes voorhouden en die kindjes dan verleiden. En tegelijk kunnen mooie esthetische constructies ons afleiden en ons doen ontvluchten van alles wat lelijk is. En dat heeft mij heel erg geholpen en helpt mij nog steeds.